Het digitaliseren van de Surinaamse financiële sector en de groei van de Surinaamse economische sector zijn hele grote uitdagingen. Dit zei president of AmChamber Suriname Anoushka Sonay vandaag bij de opening van de American Chamber of Commerce Banking Seminar in Hotel Torarica. De president is van mening dat een stabiele economie betekent dat deze sector ook vereist dat de branche meegaat met de tijdgeest. Financial transactions serves as the lifeblood of that connects local and international businesses, individuals and governments. Inefficient financial flow poses a significant hindrance to economic activity. To overcome this challenge, we must operate within a framework of laws and regulations, particularly focusing on combating money laundering and the financing of terrorism, commonly known as AML-FT. Recognizing this global importance, we recently conducted an NRA, National Risk Assessment, to provide recommendations for embedding AML-FT more effectively in our financial transactions, making them not only safer, but also more attractive to foreign businesses. Sonay geeft verder aan dat economische groei te stimuleren is door een klimaat te creëren waarbij ondernemingen en organisaties een betere toegang hebben tot betere financiële diensten. Ambassadeur van Amerika in Suriname, Robert Foucher, zegt dat de discussies over de financiële sector nodig zijn. The United States has one objective for Suriname. One, we want Suriname to be a strong, stable, prosperous and democratic partner to the United States. In short, we support Suriname's and I would agree with the chairman of the AmCham, the economic picture for Suriname going forward is bright. Now, Suriname's banking relationships will be crucial to the growth of Suriname's economy. And we have been listening to your concerns and to the concerns that we hear from local businesses and local banks. De ambassadeur zegt dat de ontwikkeling van de financiële en bankensector mede zal bepalen hoe de Surinaamse economie eruit zal zien. Hij merkt verder op dat Suriname zich niet kan permitteren dat haar bankrelaties in binnen- en buitenland verslechterd raken.